Stel nou, je bent jonge ondernemer, althans, je bent student en je wil ondernemer worden. Dan kan je wel 10.000 euro gebruiken. En wij hebben twee gasten en die geven dat gewoon weg. Goedenavond, misschien kunnen jullie jezelf eerst even voorstellen en daarna waarom jullie 10.000 euro weggeven en hoe je eraan kan komen. Goedenavond, mijn naam is Vincent van der Wel. Ik ben een ondernemer in de zorg hier in Leiden. En ik ben nu al 4 jaar verbonden aan een initiatief waar we inderdaad elk jaar 10.000 euro geven aan het beste idee. Goedenavond, mijn naam is Daan van der Wal. Ik ben ook sinds 1,5 jaar ongeveer voor mezelf begonnen. Ik ben actief in de smart building industrie. Dus wij maken gebouwen slimmer. En gevestigd bij Plant aan de Lange Gracht in Leiden. Nou, dat klinkt allemaal heel spannend. Je zei het net al, jullie geven 10.000 euro weg. Hoe kom je aan dat geld? Dat is eigenlijk 4 jaar geleden begonnen, dat we met een groep jonge ondernemers bij elkaar zaten. En we vonden dat het in Leiden eigenlijk te weinig was om je echt te motiveren en je de tools te geven om te beginnen. En toen kwamen we natuurlijk met het idee om dat geld op te gaan halen in Leiden bij de bedrijven en de gemeente. En de Rabobank was eigenlijk de eerste die zei, nou, dat vinden we een mooi idee, we doen mee. En als je eenmaal zo'n partner binnen hebt, dan gaat de gemeente mee, de fondsen, ondernemersfondsen, steunfonds bijvoorbeeld. Oké. Okay. Daan, stel nou dat je 10.000 euro wil krijgen. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Hoe kan je meedoen? Nou, heb jij een goed idee? Ben je een jonge ondernemer of nog net geen ondernemer? Dan kan je je idee in 1 pagina naar ons opsturen. Zijn er verder nog eisen aan? Moet het ergens mee te maken hebben? Deze eerste ronde heeft eigenlijk helemaal nergens mee te maken. Dan je levert je idee in op 1 pagina voor 29 april. Wij beoordelen, is dit een goed idee? En dan ga je de volgende ronde in. Waar wordt dat dan beoordeeld dan? De eerste ronde is gewoon, zijn wij geïnspireerd door dit idee? Dus is het een tof idee? Denk je dat de wereld hierop zit te wachten? En de tweede ronde vragen we je om een businessplan te maken. En dan kijken we ook, heb je nagedacht over de verschillende facetten van het businessplan? Oké, nou Vincent, stel dat mensen dat gedaan hebben. Kan je eens een voorbeeld geven van een voorstel wat bijvoorbeeld vorig jaar of het jaar ervoor gewonnen heeft? Vorig jaar heeft Kien gewonnen. Kien is een bedrijf dat heeft gekeken naar de problematiek rondom paswoord. Dus je wachtwoord op het internet. Ik denk dat iedereen het probleem kent dat je je wachtwoord constant vergeet. En erger nog dat er steeds meer hackers zijn die achter je paswoord komen. En zij hebben bedacht waarom niet die vingerafdruk die toch al op je telefoon zit gebruiken om eigenlijk al je websites en je Facebook, je LinkedIn te openen. En dat hebben ze ontwikkeld. En wij hebben daarin, de jury heeft hen de 10.000 euro gegeven afgelopen jaar. En daarmee bouwen ze nu verder aan hun onderneming. Ik vind dat een briljant idee. Je hebt ze 10.000 euro gegeven. Jullie doen dit nu voor het 4e jaar. Ik vraag me dan af, er zijn dus al 3 winnaars. Bestaan al die bedrijven nog? Of nemen die 10.000 euro aan en daarna is het vrij snel gedaan met de onderneming? We hebben eigenlijk helemaal geen voorwaarden gesteld. Je mag ervan op vakantie gaan. Maar wat wel blijkt is dat alle bedrijven nog steeds bestaan. Serranovo, de eerste winnaar. Die is onlangs ook verhuisd en heeft een grote investeerder binnengehaald. Dus we zien dat het geld elke keer gewoon de goede kant op is gegaan. Oké. En mensen die kunnen dus hun idee insturen. Hoeveel mensen gaan dat dan beoordelen? Gaan jullie dan met z'n tweeën al die A4'tjes zitten bekijken en dan zeggen, deze wordt het? En deze niet? Nee, gelukkig niet. Wij doen een eerste screening met een mannetje of 10. Als we er zelf niet uitkomen, hebben we een groot netwerk van partners die het leuk vinden om mee te denken over ondernemerschap. We koppelen ook in die fase al jonge ondernemers aan ons netwerk. Waar we zeggen van, joh, als je dit je idee is, dan moet je vooral met die persoon praten om het echt naar de next level te krijgen. En in de halve finale en de finale is er gewoon een professionele jury van ondernemers, van mensen uit de regio die echt iets weten over of een plan goed of slecht is. Nou, tot 29 april kun je meedoen. Waar moet je je inzending toesturen? www.gulliver.nl kan je alles vinden. En ik denk dat het naar info@gulliver.nl gestuurd kan worden. Ja. Staat er dan vast. En dan, jullie gaan ze beoordelen. Wanneer wordt dan bekendgemaakt wie dit jaar die 10.000 euro krijgt? De grote finale die zal plaatsvinden op 20 juni bij Plant.
waarschijnlijk bij Plant. Misschien hebben we nog een andere locatie. Maar dat is allemaal te volgen op Gulliver.nl. Nou ja, ik weet er alles van. Dan heb jij nog vraag? Nee. Nou, dat is duidelijk. Dan is het heel duidelijk geweest. Daan en Vincent, dank jullie wel. En wij als Sleutelstad blijven natuurlijk de inzendingen volgen. En wij gaan ook zeker verslag doen van wie dit jaar gewonnen heeft. Die 10.000 euro voor het beste idee. En je kunt dus meedoen, hè? Het adres is net een paar keer gezegd. Big Girl, you.